In Eemdijk, langs de Eem, ligt de camping Buitenlust. Het is tevens een boerenbedrijf waar kalveren worden gehouden die opgroeien tot melkkoeien. Sinds 2008 is er ook het Rietmuseum geopend, waar je van alles kan zien over het verwerken en bewerken van, u raadt het al, riet. De vrijwilligers, werkzaam bij Stichting De Boei in Bunschoten-Spakenburg, bezochten dit museum en, zoals het doorgaans gaat, werd er begonnen met koffie en gebak. Ik zal mezelf ook even voorstellen. Ik ben Willemien Kamphuis. De meesten kennen me natuurlijk wel, maar er zijn ook een aantal nieuwe gezichten die mij ook nog niet kennen. En tegenwoordig ben ik directeur bij De Boei. Ik doe het werk met heel veel plezier, dus het maakt voor mij geen verschil. Maar met elkaar kunnen we wel kijken van wat voor hulp kunnen we daar bieden en wat is daarvoor nodig. Dus heel graag het komend jaar onze oren en ogen in de buurt. Dan is het tijd voor de rondleiding door de vader van de eigenaar van het bedrijf. Nou, ik wil graag eerst even uitleggen hoe dit ontstaan is. Dat kwam, ik had een boerderij met 35 tot 40 koeien en ik werkte erbij in het riet. En op een gegeven moment wilde Evert graag de boerderij overnemen. En mijn zoon. En dat lukte dus niet op die manier, want dat was veel te klein. Dus toen hebben we gezocht naar iets anders en de overheid gaf ook gelegenheid voor verbreding. En dat is dus om iets met mensen te doen uit de Phoenixwijken en steden en dergelijke. Dus zijn we op het idee gekomen om een boerencamping aan te leggen en ook hier een rietmuseum op te zetten. Ik had dus vanaf mijn 14e jaar al in het riet gewerkt. Dus we zeiden, hé, dat is best wel een leuk idee om dat op deze manier te doen. Deze gaan dus in de schoorsteen. Dit is rietopslag en dat gebruikt de rietdekker hier gewoon voor als hij aan het werk is en hij kan er wat bij halen. Dit wordt hier opgeslagen, dat is lang riet, dat is kort riet. En het meeste riet wordt gelijk naar de bouw gebracht. Ja. Maar om wat aan te vullen, dan heeft hij hier zijn opslag en dan kan hij hier dit riet halen. Dit is riet, dat komt dus uit China vandaan. En dat wordt gebruikt heel veel op daken tegenwoordig in Nederland. Omdat het andere riet eigenlijk te weinig is, worden hier veel natuurgebieden gemaakt. En dan mag het riet om de 4 jaar gemaaid worden. En dat houdt in dat het dan niet geschikt is meer voor op het dak. Ah, ja. En vandaar dat er dus vrij veel import is. Ja, ik zag bijna binnen in het museum allerlei soorten riet, hè? Ja, dat klopt. Dit komt dus uit Roemenië. Ja. En het wordt overal vandaan wordt het geïmporteerd. Juist. En dan, is er ook nog prijsverschil? Nou, vrij weinig. Nee, dat valt erg mee. Wat is dit riet hier? Gaat er nog wat mee gebeuren? Dit riet dat komt van het dak af, dat is eigenlijk versleten. Je kunt zien dat het hier helemaal rot is. En dan wordt zo'n dak wordt vernieuwd en dit wordt hergebruikt voor stro onder de koeien. Hey, jullie zijn vader en zoon? Ja. Ja, wij zijn vader en zoon. Ik heb het van mijn vader overgenomen hier en kijk eens. Hebben we een nieuwe start gedaan. Juist. En nu gaan we weer leuk vooruit. Nou, ja. En je vader geeft goede rondleidingen, daar is hij helemaal tevreden over. Die doet de rondleidingen. Maar geniet ervan dat hij vrijwilliger is. Ja, heel goed. Thank you.
zelf gaat dingen doen. Dus het is helemaal schoon. En doe niet 35 centimeter. Willemien, hoe gaat het met de vrijwilligers? Ja, heel goed. Ik denk dat je net wel gezien hebt hoeveel vrijwilligers we hebben. En dat is eigenlijk nog maar een klein deel. We hebben er nog veel meer, maar die konden vandaag niet. Maar hoeveel moet je zorgen? Vrijwilligers, maar waar gaan die mensen allemaal voor werken? Waar zijn ze in geïnteresseerd? Ja, dat is heel breed. We kijken dus altijd wat mensen hun interesse is, wat ze graag doen. En aan de hand daarvan gaan we dan kijken of er een leuke vrijwilligersklus is die wij dan weer hebben, waar we een vacature hebben. En tot nu toe gaat het altijd heel goed. Dus we hebben gewoon heel veel vrijwilligers en we kunnen ook heel vaak een goede match maken met een taak die er dan weer open ligt. Zo, dat was een leerzame ochtend. Iedereen begaf zich weer naar de ontmoetingszaal, waar genoten kon worden van een heerlijke broodmaaltijd met soep. Ook kon men nog even napraten over wat men gezien had en... uiteraard over het mooie vrijwilligerswerk.